welkom terug bij Vitalis, Erge en Geze. Het nummer Huub van der Lubbe met Tot jij mijn liefde voelt. En, ja, Dik Hout hebben we dus ook gedaan. En het is eigenlijk afgeleid natuurlijk van het nummer Bob Dylan. Ja, van, hoe heet dat nummer? Make You Feel My Love, hè, geloof ik. Ja, en Adele natuurlijk. Die is ook heel bekend mee geworden met dat met een koffer daar. Ja. Hij is vertaald door Huub van der Lubbe voor Dik Hout, ja. En Huub van der Lubbe zong hem toen bij De Wereld Draait Door. En dan kregen we heel veel verzoekjes van, joh, we hebben Huub van der Lubbe zien spelen en zingen. En dat was grandioos. Nou, dat zingen, dat kregen we mij sowieso weglaten natuurlijk. Weet je, nou, dus het ging best mooi, schat. Echt, ja, dat gaat prachtig. Ja, nou. Ja, je zong het mooi. Ja, ik zing het zo verschrikkelijk mooi. voordat we gaan beginnen, even zeggen, als je hiernaast kijkt, bij meer info, dan zetten wij de akkoorden zetten wij erop, ja. Dus in de juiste volgorde. Kun je zien welke akkoorden erin zitten. Dat is de uitvoering die Huub van der Lubbe speelt bij De Wereld Draait Door. En als je dan toch aan het klikken bent, ga dan even naar onze website. Dan kun je even kijken voor de workshops. Ja? Er staan heel veel info in. Als je hem aantikt, dan ga je gewoon naar Cigarettenscheet. Hoe doe je dat precies? Nou, de link staat bij meer info waar ze ook de akkoorden aan kunnen zien. Ja, daar staat de link. En dan kun je ook op de website gaan over de workshops. Ja? Dan krijg je nog een gratis DVD, zo'n stapel documentatie, broodjes, koek, weet ik veel allemaal. Dus hierbij, we gaan hem even uitleggen. Dat komt in voor. Ik doe gelijk de juiste volgorde van het couplet, ja? Het C-akkoord. G. Verhoogde A, dat stelt dus een F-akkoord, maar dan naar de vijfde positie heb je een A. En dan de zesde heb je een A-is. Ja, verhoogde A. Dan komen we voor een F-akkoord, F-major. F-minor, waardoor je middelvinger laat je alleen los, de rest laat je staan. Makkelijk, hè, ja? Dan komen we voor een D-major akkoord. Ja, en dan komen we voor een E-major. Ja? Oké. De vorige horde is precies hetzelfde als ik net opnoemde. Kijk. Zo gaat ieder couplet. Dan gaan we even uitleggen de volgorde van de akkoorden bij het refrein. Weet wel dat je nog veel twijfelt. Ja, dat stuk, weet je wel? Moet je kijken. Dan begin je met een F-major. Weet wel dat je nog veel twijfelt. Ik ken een C-akkoord. E. Maar bij mij krijg jij het C. Ja, daar gaan we. Down, 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 down. Dat was hem. Moet kijken, pak even het C-akkoord erbij, mijn bed. Down, 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 G. Down, 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 A is. Down, 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 F. Down, 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 down. Wat het nou is, moet je kijken, als jullie weleens naar een band kijken, dan zijn heel veel mensen denken namelijk altijd, als er iets aanstaat, dat is bij de meeste nummers is het ook zo, dat je gelijk van boven naar beneden alles is aanslaat, ja. Je boogt erbij weleens van deze nummers die vrij rustig gespeeld worden, dan hou je je hand wel in het ritme. Ja, moet je kijken wat ik bedoel, moeilijk uit te leggen, maar dan raak je dus niet altijd dat aan natuurlijk, kijk maar. Je ziet ook af en toe er voorbij gaat zo, alleen maar in het ritme te blijven. Ga nog een keer, C-akkoord. Ik blijf honger, je blijft dorst en kou.
nou maar. Down, 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 down. Down, 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 down. Probeer wel zo te doen, niet tussen standen gaat zitten zo van down, down. Dat klinkt voor gemeten, dus je moet wel proberen. Dus even je hand, dus lekker altijd vanuit je pols spelen. Hè? Niet proberen met je hele hand zo, weet je, bepaalde nummers zijn wel geschikt, maar dit nummer is zeker niet. Probeer altijd je pols. Plek hem gewoon rustig een beetje en gewoon je pols. Jij bent er van die verzoekers erbij en dan ga je het altijd luisteren en zeggen ja, inderdaad, hebben ze gelijk in. Dat vinden we ook heel erg leuk zelf om te doen. We hopen alleen maar dat we jullie zoveel mogelijk kunnen helpen ermee, ja. Dus nou, misschien tot ziens op een van onze workshops, ja. Dan maken we er een hele gezellige boel van, ja. Hey, hartelijk bedankt voor al jullie hele leuke, positieve reacties in ons gastenboek en in de e-mail en ongelooflijk, ja. En ja, de 200ste les komt er ook al aan, dus we schieten wel aardig op, ja. Hoeveel waren we dat doen, Geet? 2000? We gaan gewoon lekker door, toch? We gaan gewoon lekker door, ja. We weten niet waar dit schip strandt, dus we zullen zeggen tot snel en nogmaals bedankt voor al die reacties. Ja. Hey. Groetjes. Ja.